Yes, hij loopt. Mijn naam is Bram en ik ben rondleider in de pomp. En op dit moment zijn mijn collega's bezig met de opbouw van een nieuwe tentoonstelling. De route wordt opnieuw berekend. En ik ben natuurlijk benieuwd welke route en waar die naartoe gaat. Maria, deze grote jongens, daar moet je eigenlijk tussen staan, toch? Nou, Bram, je slaat wel degelijk de spijker op zijn kop. Ik zal je uitleggen waarom. Als je naar de kunstgeschiedenis van de 20e eeuw kijkt, dan zie je een tendens om altijd maar abstracter en conceptueler te worden. En op een gegeven moment was het idee, het concept achter een kunstwerk, voor een kunstenaar veel belangrijker dan de uitvoering ervan, het daadwerkelijke maken van een beeld, van het object. En Thomas Schütte behoort tot die generatie die net na de conceptuele kunst kwam. En hij ging er met gestrekt been tegenin. Schütte die zei ooit, het moet nou eens afgelopen zijn met die zegentocht van het intellect ten opzichte van de domme hand. Als beeldend kunstenaar hoor je juist de uitdaging aan te gaan met het fysieke, met het tastbare. En materialiteit, licht, ruimte, dat is een eigen taal en die hoor je te veroveren als kunstenaar. Die hoor je te beheersen. Nou, en deze drie grote geister, die zijn hier een uitstekend voorbeeld van. Want aan de ene kant zijn ze hartstikke imposant door hun schaal, maar ja, ze zijn ook een beetje aan het wegkwijlen. Ze lossen zich als het ware op. Ze zijn heel dominant in de ruimte, maar ze verdwijnen er ook in door het reflecterende materiaal. En Thomas Schütte weet die tegenstellingen te verenigen, niet alleen maar op papier, maar juist in vorm van sculpturen. En wat ik misschien het allerleukste vind bij dit werk, is dat je ziet en voelt het plezier waarmee de kunstenaar deze vormen heeft gemaakt. Als je dan naar zo'n druppel hier kijkt, dat je die laat gieten, ja, ik krijg hier echt meteen een goede zin van. Ja, het is echt leuk om weer terug in het museum te zijn. Ja, precies. Dat heb ik ook. En ik ben nieuwsgierig naar de volgende afslag.